Hoi iedereen, ik ben Samantha, welkom bij mijn workout en deze duurt 15 minuten. Ik heb er veel zin in. Ben je klaar voor? 1, 2, 3, de warming-up. Eerste oefening is rennen op de plaats. 30 seconden, even los. Naar de volgende oefening is een easy squat. Kleine stukjes en lekker gaan. Goed, dan gaan we door naar de volgende oefening. Is een hakkenbil. En ik heb mijn handen achter mijn billen, want je wil natuurlijk niet tegen je billen schoppen. De laatste oefening van de warming-up is even stretchen. Goed uitrekken, zo ver als je kan. En zoals je ziet kan ik niet zo ver, maar dat maakt niet uit. Zo, nu zijn we klaar voor de echte workout. We gaan goed beginnen. We hebben 4 oefeningen en ik leg je precies uit wat we gaan doen. De eerste oefening zijn high knees, hoge knieën, veel cardio. Let's go! Goed, de volgende oefening is squatten, maar we gaan van midden naar wijder naar nog wijder. Maak een goede diepe beweging, daar gaan we. Goed, even losschudden en dan gaan we naar onze volgende oefening. Dat is cardio en dat zijn jumping lunges. En tijdens de oefening laat ik zien welke opties je hebt om het moeilijker of makkelijker te maken. Lekker voor de benen. We gaan naar een push-up. En ook tijdens deze laat ik weer zien wat je opties zijn. Ik begin met de moeilijkste en ik eindig met de makkelijkste.
dat was ronde 1. We gaan door naar ronde 2 en dat is de core. Dus kom weer terug op je knieën en dan gaan we planken. 30 seconden. Zo, netjes. We gaan naar oefening nummer 2. Weer een core oefening. En dat is de double crunch. Je bovenlichaam gaat richting je knieën. En je maakt jezelf zo klein mogelijk. Zo, jullie doen het goed. Yes, lekker. We gaan naar oefening nummer 3. En dat is de reverse crunch. Je noemt ze ook wel de kaars, waarmee je billen omhoog gaan. Wauw, als het goed is voel je je buikspieren nu wel een beetje. We draaien om, want we gaan naar de back extension. Die is voor je onderrug en die mogen we niet vergeten. Dat was onze core ronde. We hebben nog 2 rondes te gaan. We gaan nu weer een high intensity ronde doen. En onze oefening 1 is een squat jump met een twist. Zo, als het goed is, is de hartslag weer omhoog. We gaan dippen voor de achterkant van de armen. Dus ga zitten op een stoel en zak naar beneden. Wauw, goed zo. Wij gaan naar onze favoriete oefening aller tijden. Ja, de burpee. Let's go, ben je er klaar voor? Spring maar. Dat viel best wel mee. Goed gedaan. We gaan naar onze laatste oefening van deze ronde. De squat en press. Je hebt je flessen nodig. En dan gaan we zakken en uitduwen. Mm-hmm.
goed zo. Dit was ronde nummer 3. We gaan naar de laatste ronde. Is weer een core ronde. Kom op een plankje. En dan gaan we supermannen. Zo, wij gaan door naar de volgende oefening. Dat is enkels aantikken. Doe je kin op je borst. Kijk door je benen heen naar voren en tik je hielen aan. Lekker, we gaan naar oefening nummer 3. Dat zijn de flutter kicks. Het is iets fijner om je schouders wat los te houden van de grond. Dus lift ze een beetje en daar gaan we dan. Zo, we gaan naar de allerlaatste oefening. Dat is de hip bridge met de leg extension. Heup omhoog en om één voor één je been uitduwen. Gelukt, goed gewerkt. Super gedaan. We hebben onze sixpack getraind en onze spieren.